in de shit zit. Tot aan de nek in de drek. Hey, diep, diep in de shit zit. Dat is nog niet veel, hè? We zouden toch vandaag al... We zouden vandaag gaan reageren, hè? Ook niemand? Niemand. Strange. Strange. Want ik zie ook nog niet veel apparatuur en zo. Nee. Geen muzikaal, maar geen apparatuur. In ieder geval, de kaart van Nederland ligt al wel open, zie ik. Ze zullen daar ergens een café zetten of zo. Maar some kind of liquor store. Kijk, als je naar de grond kijkt, dat is altijd zo, wat je allemaal vindt. Kijk, dan wordt die bier gedronken, maar kijk, dan wordt die ook geschoten. Kijk eens. En er wordt kip gegeten en sigaretten gerookt. En er ligt hier ook een klein wietzakje. Nou, er gebeurt in ieder geval een heleboel dingen wat onze lieve Heer en George Bush niet mag weten. Er wordt vreselijk veel gesalten hier en blues gespeeld en dat zal toch ergens wel wat met elkaar te maken hebben. Tenminste, heel veel van die bluesjongens die kwamen op een gegeven moment ook in de bak en zo. Omdat ze elkaar doodschoten. Nou, daar ga ik niet naartoe, jongen. Dat zijn die jongens van die... Blues is gevaarlijke muziek. Dat zie je hier wel aan. Geen twijfel bij de blues-tenders. Maar blues is gewoon gevaarlijk. Daarom noemen ze het ook devil's music, volgens mij. Met de verleiding van drank en vrouwen. En goddeloosheid. Ja. Ik neem die kogel mee. Hoor. Misschien is er wel iemand mee vermoord. Dat weet jij veel, maar. Dat vind ik dan wel. Ik ben wel iemand van succes souvenirs. Hi dan. But we're gonna visit a blues singer in Greenville, and he
I heard he drank Jack Daniels, so I wonder. Yeah, that seems good. Yeah, that one. All these numbers in Drents geschreven. Drents is een Zuidoost-Drents is een goede taal om blues in te zingen volgens mij. Die Amerikanen die vinden dat vast heel vreemd. Want die zijn sowieso zijn er maar weinig die weten dat er ook popmuziek gemaakt wordt in andere talen. Dat vinden ze sowieso al heel raar. Dus, en Tim Model Fart, als ik wat met hem ga zingen, dan ben ik wel benieuwd. Jack Daniel time! All right. You too young yet, baby. No! Let it be young. But when I was young, in my young days, I walked the ground I walked on, I didn't care how big you were. You would have hit me first and hit hard. If you didn't, you lost to me. Right. Well, I would fight, then I took knife. I went on the chain, yep, that's where I went to the chain game at. See that scar with it? Yeah. Rubbing my head around here. Yeah. Wood round there and a big ball and chain. Ball going to it. I walked with that ball and chain. You couldn't run with him. This guy cut me first. In the back. In the back. He cut you first? Yeah. I had a switchblade pocket knife. I had all my good teeth there. And it hit me just like a coal of fire when it hit me between my back. Missed my spine about that far. I reached my pocket and got him. And whooed. When I whooed, I hit him right there. Cut his throat. And that killed him? Yeah, I killed him right there. Yeah. Die Robert Johnson, dat vind ik wel zo'n soort blues-held. Wat mij er wel in aanspraak is, dat het echt naar de land is of zo. Ja, dit is platter als dit kan niet. Maar hij heeft zijn ziel verkocht aan de duivel en daar is hij dan goed van gaan spelen, zeg maar. En dan moet je dat bekopen met bezoek van de duivel. En die je dan je ziel meeneemt van het is nou tijd, joh. En dat is hem hier overkomen. En dat is ook je ziel verkoopt aan de duivel op een kruispunt. Die crossroads dat komt overal weer in terug. En bij ons in Nederland heb je ook een heleboel kruispunten gehad. Maar het is bij ons allemaal rotondes inmiddels. Dat is ook wel, je kunt dan de hele tijd ronddraaien. De hele tijd om je beslissing heen draaien. Van wat doe ik nou? En bij een kruispunt moet je kiezen. Van je gaat links, rechts of rechtdoor. Of terug. Maar ja, dat doe je niet snel. Want dan zit je verkeerd. Toen ik dat verhaal voor het eerst hoorde, toen moet ik eerlijk toegeven dat ik op een hele zonnige middag eens een keer naar een kruispunt
kruispunt ben gegaan van de Herendijk en de Veenstraatswijk. En daar heb ik eens een keer ook een uur lang slide zitten spelen in Monte Monica. En maar wachten tot er een zwarte auto aankwam met lekbaar erin. Dat is aan de duivel, volgens de overlevering. Die je dan een contract aanbiedt. Maar er kwam alleen een fietsend stel langs met hele hippe trainingspakken. Maar misschien was dat het wel dan. Ik geloof niet dat ik ooit de ziel aan de duivel verkocht heb. Elvis Presley is not Jesus, Tupelo is Bethlehem, and by Jesus hate you Christen, and by Elvis hate you fan. Klaas met Lois hier. Hey Klaaske. Ik zit in Amerika, ik zit op dit moment bij Elvis Presley in de tunnel. Gaat verdarren. Ik denk, ik moet je even bellen, joh. Die heeft een heel mooi halt nu, zie je. Zo'n veranda. En ik zit nog in zo'n schommelstoel. Zo'n veranda. Ik zal er een foto van maken en dan moeten we dat even nabouwen bij mij in de tunnel. Ja. Dat is goed, Klaas. Veel plezier. Ja. Doei. Mooi. Die vogelpoel op zijn hoofd. Elvis. Zullen we dat er gewoon even afhalen? Ja. Hij weet wel wat mooi is qua broek, vind ik. Elvis. Goeie mode. Goeie mode, die Elvis. Zo. Mijn haar weer mooi. Je wilt geen vogelpoepkapsel. Hè? Elvis, je. Zo mooi hoor, dat lijkt me zo te gek. Op zijn trein springt net zo'n hobo blues, weet je wel. Ik ga dat nog een keer doen. Dan ga ik gewoon op de trein springen, ja, ga weer terug. De trein moet niet nooit terug zijn. Dat moet niet gaan, dan spring ik erop en dan ga ik gewoon, dan kom ik nooit weer. Ha! Laten we maar even naar kijken. Dat is dus, hè. Ja, dan ga je er gewoon in zitten en je gaat gewoon naar Alaska, hier, hij komt. Als ik smeer, dan zuurt mijn bed om en de geizer is kapot en de koffie is op en de appels zijn verrot. Het laatste plakje doet er hebben dun gulagje haar. De computer wil niet aan, want de ding is nou niet klaar. Als dus het dispel net veranderd, die andere feitje stopt. Dan kan ik je wel vertellen, daar knap je niet van op. Nee, daar knap je niet van op. Nee, daar knap je niet van op. Nee, daar knap je niet van op. Nee. Ik dus eindelijk eens rustig ben en tiet op fit tv. En ik zet van in de weer CNN en TV2 naar Discovery en BBC naar RTV Drenthe. Zoek naar een Corbyfilm en niks nieuw in Jente. Dan maar een video en nee, die is kapot. Ik kan je wel vertellen, daar knap je niet van op. Nee, 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 daar knap je niet van op. Nou, op het podium staan is fantastisch. Want als er geen optreden is en wel een jam session, ga ik direct naar een jam session. Want ik wil gewoon wel voor mensen muziek maken, blijkbaar.
En dat doe ik ook al mijn hele leven. Ik heb altijd al in de kerk gespeeld. Ik heb altijd al... Maar dat is het fijne van het kerkorganist wezen. In Erika was dat toen zo. Dat, dat, de orgel... oh, wacht even. Daar komt de politie aan. Oké. Mooi, politie. Politie, politie, bonus, sup. Ja, nee. Ja. En ik mag helemaal niet rijden, want ik heb nooit een keer een rijbewijs. Oh, je weet toch ook niet in de bak om. Kom ze terug of niet? Dan wordt het juxte verzet, jongens. Want dan hou je me goed vast. Dan reken ik me dat ik scheuren kan. Over de stijgerbulten. Tjoe, tjoe, tjoe. Pico. Hoe heet die vent ook alweer? Sheriff. Maar goed, waar we het over? Ik wou echt pastoor worden, serieus. Serieus wou ik pastoor worden, maar... Ik kwam er niet van. Omdat ik toch, ja, omdat ik toch ook wel... wat last kreeg met de hormoon, of last, maar in ieder geval... Dat ik opeens ook wel bedacht toen al van, ja, dat kan wel wel leuk zijn, maar ik was al vrij flat, heel romantisch bezig altijd. Ik ging altijd liefdesbriefjes schrijven aan meisjes, alleen die gaf ik daar nooit, hè. Het is gesloten. Kijk, joh. Het is echt zo'n slangengebiedje, hè? Dit. Een beetje een gammel trappie. Maar in de tuin van de heer zullen wel geen slangen zijn, toch? Volk, Jezus, bent u thuis? Hallo? Anybody there? Pas op, jongens, die vloer is. Hij is vast onbewoonbaar verklaard. Qua. Wow. Ja, Polaroid. Eens dus kijken. Het was een bewogen mis. Dat mag je niet meenemen, je mag niet stil naar de kerk. Toen ik vroeger in de kerk orgel speelde, nou, dan was het altijd zo. Dat is ook mooi, maar dat swingt niet echt natuurlijk. En als je op een gegeven moment voor de eerste keer Elvis gezien hebt en je voor de eerste weet je wat rock'n'roll is en zo, dan en, maar je moet wel iedere keer nog in de kerk spelen. Toen werd mijn aandacht gevestigd op gospelmuziek en vooral dat was ook wel een hit geweest in Nederland, geloof ik, dat van Coming on with me to my father's house, to my father's house, to my father's house, to there'll be no crying, there'll be no... Vond ik helemaal te gek. Het hier naartoe gaan en ook het hier zitten in zo'n ding, dan is zo'n akkoord ook in één keer voor mij zo van ja, yeah, omdat het echt is. En dat zeg jij net ook van met die schilders. Ik zou dat van mezelf nooit zeggen. Maar het is wel zo dat Van Gogh ging ook andere dingen schilderen toen hij in Drenthe was. En die ging ook andere dingen schilderen toen hij in Frankrijk dan weer terechtkwam. En helemaal die andere vent waar we het ook nog over hadden, die... wie is dat ook weer? Zijn makker? Niet Monet, maar die... Gauguin. Die gaat op een gegeven moment zelfs naar tropische eilanden. En, daar gaat hij helemaal anders schilderen of zo. Het gebeurt, het is wel zo. Reizen is heel goed. En als ik dan straks een keer weer in Erika zit uit het raam te kijken en ik zie het inspirerende Erika'se weer en ik wil even vluchten in mijn gedachten, dan kan ik terugdenken aan hoe deze piano voelt. En waarom die hamertjes, die hamertjes zijn hard geworden van het weer. Daarom klinkt die... Daarom klinkt die attack. Die hamertjes zijn door dat weer... Dat is helemaal vaak opgespeelde haten die heel de kerk moet begeleid worden. En dan denk je daar weer terug en daar kun je dan inspiratie uit halen voor wat nieuws. En daarom is het goed om hier te komen. Daarom is het goed dat ik hier ooit terecht kwam. Samuel.
swamps, the water, the lazy atmosphere, you know. Mm. Nobody's in much of a hurry down here. It's like if you go to a restaurant or a place and order something, you may wait a long time for them to bring it to you, you know. It's like everybody takes their time. So I would say blues fit in perfect because it's lazy. To me, like, the blues is like a... That's kind of like what I call, like, the blues, you know, back then, the way I was hearing it. But my blues is more like... With Elvis, but we only played like in the dressing room, sitting around like this right here. He really liked guitar, you know. He loved blues stuff, but it was like he only knew two or three chords, you know. And he did that, but he said, "Do that, do that." So cool. That's good. Yeah, it's good. Ik heb nooit echt goed opgelet hoe hij dat nou speelde, maar ik heb wel even goed opgelet hoe. Tony niet wil waar ik net speelde. Die heeft het bedacht. Dat is toch wel grappig. Zo was het. Maar een relaxe kerel, hè? Maar dat is wat. Als jij een gewoon een fan bent, gewoon zoals hij, gewoon een jongen van het platteland, dat Elvis gewoon je nummer opneemt. Hè? Ja, dat kan ook niet meer. Elvis is dood, maar... Misschien... Nou ja, wie is er nou dan Elvis? Wie moet er nu een nummer van je opnemen? Wil dat net zo'n kick zijn als dat Elvis Polk zijn uiteindelijk van hem opnam? Hoe moet dat dan ongeveer gaan? Britney Spears is het ook niet. We zijn verder nog geen muzikant. Het is 1 uur, ja, afgesproken om 1 uur, maar er is nog geen hond. Ik zie ook nog geen drumstel. Het zal mij nee doen. 1 uur is hier van, nou, we zien wel. Nou, volgens mij, bij ons is dat wel een beetje anders. Bij mij in ieder geval. Nou, ik kom ook wel te laat. Vooral vroeger was ik goed in te laat komen. Maar ik zou niet, als ik hun was bijvoorbeeld, dan zou ik niet snel nu vandaag te laat komen, maar ik ga me verder niet druk maken. Deep, deep in the shit zitten, tot aan de nek in de drek. Deep, deep in the shit zitten. Zootje, weet je wel. Een muzikant die speelt niet voor elkaar en eigenlijk tyfus hekel aan. Maar ja, toe maar. Chris, what's going on? This is John down at Galaxy Music. How you doing? I got some guys that need to run a bass amp. Do you have a bass amp? You don't? Yeah, you know, sometimes musicians just don't show up on time.
It's something that just kind of goes along with the territory, you know. It's usually worth it because the music makes it happen. Ein tropisch Bad verwacht hat, en het waren kalle doos. Somebody's knocking at the door. Somebody's wrong. Voor mij zijn die jongens dat. Hey, yeah. Hey, man. How you doing? You tell me. Hey, man. Hi. Oh, okay. How y'all doing? Six 645. What's that? Dutchman. 645? That's wanting to do a blues album. Yeah, I think he's a rock and roller, but, you know. Oh. No, he's white. Yeah. Have fun. Yeah, thank you. I'll try to find a short game, man. Spreek je af van mijn basstrek tot 8 uur. Ja, man. 645 komen we hem ophalen. Wat nog wel als die luisteraars in Nederland zijn. Dan moeten we optreden bijvoorbeeld. En weet ik veel. En dan. Ja, waar is die vent? Ja, die is vanmiddag weggefietst. Met zo'n blond meisje achteraf. Zoiets krijg je dan. Ik heb mijn woman. Nou ja. Hey. You looking good, man? I'm Daniel. AG, man. How you doing? All right. This Daniel, huh? Yeah. Come in. Cool. You looking film crew cool right there because I want to tell you. Is this sensitive? It's sensitive, y'all. I'm a sensitive because it's hot. It's summertime. Hey, G, they say it's a little cool over there, man. Good. I'll wear my leather jacket. All right, y'all about ready, huh? Yeah, I'll be ready. Okay, yeah, you gonna go with some of this stuff now? No, I'm not. I'll tell you about it later. I got a call. I'm trying to get in touch with Dad. I got his page. But I need to look in that thing and see if he got his home. Ja, we zitten een beetje op de toetsenisten wachten hier. En die werkt bij de power plant. Nee, niet de powerplant, maar raffinaderij of zo. En die was om 3 uur vrij en he still didn't show up, Daryl. Maar we hebben een bassist gecheckt. En de drummer die is een bankaccount aan het openen, want All right. Ja, geld is wel, vinden ze wel heel belangrijk. Hè. Geld is wel iets waar ze wel veel mee bezig zijn tussen de nootjes door. En dat is... Ja, vind ik zelf. Ik vind het niet zo leuk, maar. Doe maar. Dat zal wel komen omdat ze er niet zo gek veel van hebben, misschien. Ben ik bang. I ain't gonna argue, because they got cameras on me right now. I ain't arguing with you. Come on, look for that number for me. I paid you 3 times. Okay, that's good. Yeah, new call. I hope you can. Chaotic. It's chaotic. You're in Baton Rouge. Yeah, that's Baton Rouge, eh? But I don't know why it's like that. But that's how musicians are here. Yeah. I noticed. Yeah. I don't know why, you know. Is it the weather? No, it's not the weather. It's just the way of life. You understand what I'm saying. I hear you, yeah. Yeah. You know, I was late, but I got here. Okay. Yeah. Okay. You know, that's another concept. Yeah. You know. So close, Daniel. He said, "Don't worry. He's just maybe 10 blocks away." He said he was on his way. All right. Don't get nervous. I'm dancing already. Yay! We're gonna be in Amsterdam, right? We go to the north of Holland.
near the nearest city is Groningen, a big city. And Emmen is a very big city. Not. But no, Emmen is like Baton Rouge. Okay. Yeah. 1, 2, 3. Smoke is also beat up. Smoke is also beat up. That's man, beat ya. Smoke is also beat up. The smoke is also beat up. They're smoking our weed. I'm singing, I'm a pilgrim on my way to, I don't know. Yeah, okay. That's a good beginning. Yeah. And of Skik en hij ging naar Amerika en vormde daar een groep met muzikanten van Skik en Amerikaanse muzikanten. En dat werd de Lois en de Louisiana Blues Club. Deze cd uit, die heet Yahoo. En daar spelen ze vanavond van. Daar knop je niet van op! Guys, I washed these dishes today. I want y'all to know. See how they burn up the skillet? That's how they cook. They burn up the skillets. And that's Graylin's room. That's AG's room. And you can get a little bit of my room. That's Graylin's room. That's Graylin's room. That's over there. He gonna kill me. They got all action stuff. Look at this. Just violence all over the place. That's what the guys got. I have no power over here. Nou, dat is wel apart. Nou, ik heb heel wat standbeelden gezien van bluesmuzikanten, maar dit is volgens mij het enige standbeeld van een bluesmuzikant die nog leeft. Oma Harry. Nou. Het is natuurlijk hartstikke ondrens als er al iets drens is, maar het is natuurlijk heel ondrens om een standbeeld op te richten voor iemand die nog leeft. Ja, ik spreek met de ridder van Oranje Nassau. Sir Harry, ja. Dat onze harde meester besluit. Oh ja, dat is het. Onze majesteit, de majesteit besluit. Wat mooi, nou, dat is mooi. Wij staan een keer, Harry en ik, met nog wat mensen, in een café in Emmen.
Ik had met hem meegespeeld in de Muzeval. En we staan daar en er kwamen al mijn vrienden uit Erika. Die kwamen eraan. Klaas en Harald en noem het allemaal maar op. Iedereen die stond erbij. En nou, die kwamen voor het eerst met Harry aan de praat. En voor die jongens, die vonden het hartstikke gek. Dat was wel Harry Muskee gewoon. En toen zei een van die jongens, Harry jongen, je hebt nog een standbeeld of niet? Ja, zei Harry, ja. En toen zei Harry Muskee tegen Klaas, die kameraad van mij. Harry zei zo tegen Klaas van, je moet logisch ook een standbeeld maken op Erika. En toen zei Klaas, zei, ja, zei, dat kunnen we best doen. Maar ze hebben met een kop in het zand. Zo gaat het dan weer gaan. Hey, you like my bike? Is het jouw bike? Yeah, hey, I will rent me a bike. I got exercise. Show me. Yeah. Got the Dutch bike. You rented it? Yeah. Woo. Woo. Cool, man. So we can take a bike. Yeah, I ride to your house. Yeah. Yeah. After they shave, hair is everywhere. Toothpaste, it's like, gotta go to the bathroom. And they tell me, come on in, I'm finished. I'm like. Women, can't live with them, can't live without them. They keep the bathroom messy and they don't wash dishes. En hier stond ik, kwamen we weg, dan moest ik met de bus terug. En stond ik hier zo. En ik moest op de laatste bus. We kwamen daar weg. En de laatste bus naar Emmen moest ik hebben. En ik wou eigenlijk wel naar huis toe. Want dat is toch wel, nou, ik denk wel 4-5 uur lopen of zo. En dat, ik denk dat ik dat niet meer gehaald heb. En Harry die stond hier midden op de weg te zwaaien naar de buschauffeur. Die hield dezelfde bus aan zo. Hier zo. Dat was een Harry. Oh. Dan komt de bus aan, de bus doet deur los. En gaat naar de chauffeur toe. Wil je logisch in hem brengen? En een lege bus, weet je wel. Als het pikken donker, ik achter in die bus liggen. Val ik me daar in slaap, joh. Achter in die bus. En ik word weer wakker. Hoor ik heel hard door zijn microfoon. Lois, een laatste halte, uitstappen. Oh, nou, dan gaan we hier weg. Zeg, doei. Nou ja, dit is Blues in Drenthe. Hey, Danny. Ja. You know how many people are dead in the graveyard? What's that? I said, you know how many people are dead in the graveyard? No. You don't know? No. All of them. What the man don't know now? If you look at this White House, there's the famous painter Van Gogh lived there for a few months. Yeah. That white building there. There was a hotel back then. Damn. Let's have a quick look. No, we're not. We're talking about a famous painter. Who it was a slave built the damn house. Yeah, we ain't talking about all that now. Well, we are. Yeah, I know. We are. What's the problem? No, that's your problem. You too black. But there's a story that Van Gogh gave some of his paintings to the owner to pay the rent. Is that right? But while he was not famous, they thought, oh, there. This is and they used it to make fire. Is that right? To start a fire. Burn them up? Yeah. Man, had they known, now they would have been rich. I wrote a song. I want to record the song. Everything you say. You don't know no truth. You are dumb. You dumb because if you wasn't dumb, you wouldn't think I was antisocial. I just know the truth. No, you don't know the truth. That's the problem. You speak on what you think. Look, I collect history. Yeah, collect history, live history. Like I collect history, you hear me? He's a little boy, honey. I live history. What are you collecting? I collected on video. Video? Oh, okay. What the fuck is a video? Okay. I collected it and I work for documentaries. I got the circle of life. Get him because he's trying to duck out of it. You ever see the movie Lion King? Okay, Lion King was a cartoon that was written for kids. Yeah. But yeah. The moral of the story, if you look at it, it's a good film for kids. But the moral of the story, it teaches you about life. If you look at everything around you. Going deep than life. You know what I'm saying? Your body goes through this cycle for many, many years, right? Yeah. Eventually, what happens? Okay, but then when you die, what happens? No, when you die, what happens? We don't know. You return to the ground, right? Yeah, that's right. Okay, where did God stop make man? Stop shitting, he says. Weet je wat ik hier inspirerend vind? In Amerika en in Canada. Dat is echt zo, dat vind ik echt inspirerend. Als je hier staat zo, en vooral die kant op, dan krijg ik echt waar, krijg ik zo'n beetje vlinders in mijn maag, zo dat ik denk van, wow, dat ligt daar allemaal nog achter.
al dat, oh, de prairies en de Rocky Mountains en die hele, die leegte en die stilte en die duisternis, licht en donker. Amerika is namelijk zo groot, dat verpesten de mensen ook al een heleboel aan. Ik bedoel, je hebt hier ook al industrie en dit ligt er ook en wij komen ook met een auto aanrijden. En maar het is zo groot, hier heb je het nog niet zo heel goed in de gaten dat het al zo ver heen is met de wereld of zo. Als ik s'nachts naar buiten ga en ik wil naar de sterren kijken, als het helder is, dan denk ik gelukkig, dan zie ik hartstikke veel sterren. Dan zie ik allemaal sterren, behalve als ik daar kijk, dan zie je zo'n beetje, een klein beetje een oranje gloed. En dat vind ik hartstikke irritant wel. Maar als het bewolkt is, dan is het bij mij buiten is het gewoon licht, oranje. Als kerstavond sneeuw valt, dan is het bij mij gewoon knal oranje achter huis. Van Meppel tot Meppen, Duitsland, van Azen tot Oudmazen. We hebben allemaal plezier van die paar lichtgevende kast. Morgen ben de nacht niet zo licht. Als kerm die kassen af, man, er is ja geen gezicht. Want nu is er een situatie ontstaan dat je s'avonds geen duisternis meer hebt. En dat is toch wel, ik bedoel, dat vind ik toch wel vrij heavy. Als er geen duisternis meer is, een beetje lawaai, oké. Maar geen duisternis, dat is toch wel, dat is zin 2 in de Bijbel. God schiep hemel en aarde en God schiep licht en duisternis. Ja, de lieve, lieve ganzen, ze zijn volledig in de stress. En ik heb thuis ook altijd geleerd, je mag niet klagen over boeren en tuinders, want die produceren ons voedsel en zo, is ook allemaal zo. Maar waarom dekken ze dat nou niet even af? Omdat vooruitgang voor de mensen zich puur op geld verdienen richt. This was my room. This was my room here. I lived in this little area here by myself. I pushed the beds together, made one big bed. Cora and Darryl lived here. And this was AG room here. This was the bass player's room here, but he liked, he's old fashioned. He likes to make a pallet on the floor, so he slept mostly right here. Maar die ene bassist die ook in Amerika erbij was, die had volgens mij hartstikke heimwee of zo, want die begon zo verschrikkelijk te schurden. Diep, diep in de shit zitten. Tot aan de nekken in de drek. Maar ik hoorde later wel, die had gewoon heimwee. Maar hij had net verkering of zo, weet ik veel. En, nou ja, in ieder geval. Oh, hij diep, diep in de shit zitten. I mean, what you expect? Cora was a woman. Like, she would come stand in front of the TV. Just so with me and AG, we might be laying here and here. She'll stand in front of the TV like, oh, well, Cora, could you move? You know, we don't want to look at your ass. Get out the way. Go in there with your husband, you know. Either she'll get over here, we watching TV. She'll turn the CD on just to get attention. You know, I knew something was wrong then. If she would have been still here, most likely I'd be done killed that motherfucker.
I mean, I don't know if you take that off camera, but yeah, because she got on my motherfucking nerves. I won't tell y'all that part. Don is a horse teeth. Horse the teeth for the blue. I had to adjust. And Daniel and Marco and they was Peter, the road manager, they was kind of concerned me being in this big place alone, man. But I, like I told them, you know, hey, man, you got to realize, you know, it's like I've been in situations like this before. Trust me, I've been in a 5x8 cell for 6 months by myself. So this is like heaven. I mean, at one time. So it's no problem. Don is at horse teeth. Horse teeth for the blue. I spent 5 years in prison. And sometime I wasn't so good. And they would put you in a thing called a hole. And in the hole is a cell 5x8 with two bunks like that. And you be in that cell, you know, till they decide whatever they're gonna do, you know. So I was there, and a lot of times I was there alone. So I deal with myself. Je maakt allemaal vrienden hier in Zuid-Oost-Drenthe. En, mensen die, waar ik nog nooit van gehoord heb, ik moet opeens naar feesten bij mensen in Ermer Veen. En nooit van gehoord, en dat zijn opeens de beste vrienden van Kremen. Ik kan even doorlaten. We zijn allemaal vrienden gemaakt. Geweldig. Maar ja, zoals dat gaat blijkbaar in de blues, het blijft vaag van wie er meespeelt en wat. Maar als je maar een constante factor hebt als de drummer, nou ja, en de liedjes misschien zelf, de rest is zo'n beetje alles inwisselbaar. En dat maakt het ook wel weer hartstikke leuk.
giant.